We staan hier vandaag met onze 5 laatste vragen van de zomer. We hebben Leuven gekozen voor de laatste keer en ik ben benieuwd wat dat gaat geven. Wat denk je dat het autobrouwerijsyndroom is? Ja, wat jij doet, auto. Iemand een idee? Dat heeft er niks mee te maken. Dat heeft er echt sowieso niks mee te maken. Hij doet automechanica. En hij weet het niet. Zo mensen dat zo verslaafd zijn aan auto's maken of zo. Zo auto's oppimpen. Dat je veel te veel bier drinkt. Dat is het. Ja, iemand dat verliefd is op zijn auto, dat kan toch? Maar er staat brouwerij in, dus ja, dat moet je wel daar in de buurt maken. Ja, auto is een voertuig, maar auto kan ook automatisch zijn. Of auto kan ook... Ja. Auto's fixen, dat hij dat heel graag doet. Je eigenlijk in alles alcohol steekt zonder het in feite te weten, ja. Nee, het is dat je zelf alcohol maakt in je eigen lichaam. Wow, dat is cool. Amai, dus je neemt het gratis. Wij moeten dat hebben. Die mensen dat hebben, die zetten koolhydraten of suikers om in alcohol in hun eigen lichaam. Oh. Dus hun lichaam is één brouwerij. Die maken hun eigen alcohol aan. Oh ja, what the fuck? Eigenlijk niet aangedacht. En, kan ik dat later installeren? Amai, dat is kei vervelend eigenlijk. Maar, nee. Maar ja, maar soms is dat leuk, maar wilt je dat heel je leven hebben? Ja, nee. De tweede vraag. Hoe snoept een mannelijke zeekat een vrouwelijke zeekat van een meer dominanter mannetje af? Door een bepaalde stof af te geven in het water. Ik was eigenlijk iets stom, zeg ik, als ze tegen met vine klappen of zo. Zouden die zich nep doen dat die dood zijn of zo? Zo gaan drijven? Een bepaalde geluiden maken die aantrekkelijk zijn of zo. Komt er iets in je op? Ja, Lito is de zanger van de groep eigenlijk. Af, af! Zoiets, ja. Maar ik weet niet wat een zeekat is. Mogen wij dat googlen? Oei, dat zou ik sowieso wel niet opvallen. Ik denk meer hormonen afgeven voor dat meisje, ja, voor dat vrouwtje te laten aantrekken. Of zo, weer zo'n dans, zo vogels in stand, zo'n dans. Als het van kleur kan veranderen, dan zou ik zeggen dat hij de kleur van zo het koraal aanneemt en zo dicht mogelijk gaat. En dan die aanvalt. En dan die, daar gewoon aftrekt of zo, I don't know. Het is behoorlijk cool, hij vermomt zich als vrouwtje. Hij gaat zich kleiner maken, een beetje meer rode kleur aannemen van een vrouwtje. En dan kan hem voorbij het mannetje glippen, omdat hij daar geen gevaar in ziet. En dan kan hem naar het vrouwtje geraken. Dieren zijn slim. Misschien moet je dat ook doen. Ja, neem het mee als je het ooit nodig hebt. De derde vraag is de beeldvraag. Wat denk je dat dit is? Oh, fuck, ik heb dat geleerd op school. Oh my god, ik heb dat echt al gezien in mijn leven. Nee, dat kan niet. Jawel, ik zweer het, ik heb dat al gezien dat in mijn leven. Het lijkt ook wel op een mol. Het lijkt een beetje op een blobvis. Een blobvis? Het ziet er echt niet bestaand uit. Anusbeest. Ik heb dat echt al gezien. Dat kan niet. Ik zweer, maar, nee, maar niet met mijn blote ogen, kind. Maar... Ik geloof niet dat je dat al ziet. Jawel, op het internet. Een bacterie. Ja, ik heb toch al vieze dingen gezien en ze denken dat dat bacterie is. Hè. Zo'n duikersmol. Ja, een duikersmol. Maar zit die onder water? Ja, waarschijnlijk wel. Beerdiertjes. Of is dat niet dat? Dat is toch dat? Ja, maar wat dat zo bijzonder maakt, is dat is dus inderdaad superklein, maar dat kan echt in alle omstandigheden overleven. Maar wat doet dat? Waar leeft ze? Dat leeft dus overal. Dat kan in lava kan dat leven, dat kan in de ruimte leven, dat kan op aarde. Dat is eigenlijk echt een superwezen. Dat is ook leuk om naar te kijken. Is dat leuk om naar te kijken? Fascinerend? Ja. Ja, wat doet dat dan zoal? Dat beweegt gewoon. Als je een zebra kaal scheert, welke kleur heeft hij dan? Oei. Lichtrozig. Lichtrozig. Ah, ja, dat kan wel. Maar was dat niet dat hij eigenlijk zwart, helemaal zwart is of zo, en dat hij dan strepen krijgt? Die gewoon, ik denk dat hij gewoon roos ziet. Of die hebben geen haar of zo, zo kei weinig. Dat kan ook altijd. Ja, met die strik vragen. Ik heb dat ooit echt eens. Zebra's die zwart van huid zijn en dan hebben die zwart met witte strepen. En je hebt ook zebra's die wit zijn als je de kaal scheert en dan hebben die wit met zwarte strepen. Als dat nu niet waar is, is dat echt heel spannend. Ik denk echt. Het is zwart. Zwart? Ja. Dus eigenlijk is wel zwart met witte strepen en niet wit met zwarte strepen. Damn. Ja, eigenlijk is het dan vanaf nu officieel. Zwart met witte strepen. Voilà. Je leert ze nog wel bij in de zomervakantie. Oh, wat zijn jongen? Neem het mee. Zot. Laatste vraag. Je kent wel het beeld van gevangenen dat lakens aan elkaar knopen en zo uit hun raam ontsnappen. Hè? Maar meestal urineren ze eerst op die lakens. Waarom? Geur. Voor de geur of voor de honden. Dat die honden niet meer aan die geur kunnen raken. Zodat dat beter grip heeft. Ja, nee, inderdaad. Inderdaad. Als je dat zo doet, ja, inderdaad. Dat is zo. Waarom zou je pissen op lakens? Ik weet het niet. Dat is steviger of zo. Geen brandwonden als je daar zo over zou. Dat...
wrijven. Anders krijg je toch schuurwondes aan je handen van dat zo heel de tijd naar beneden. En dan maakt dat wel vochtig. Sorry. Ze pissen daarop dat dat zo minder opscheurt of zo. Of nee, het langer te maken. Kan dat ook niet. Hoe gaan die knopen dan beter vast blijven of zo? Juist, als ze daarop plassen, dan gaan die vezels uitzetten en dan gaan de knopen beter hechten. Het is vakantie voor iedereen, hè.